Inspiratie zoek je natuurlijk dagelijks. En dat kan van een frituur zijn, dat kan van een wandeling zijn in een tuin, dat kan zelfs van een kunstwerk te zien. Instagram, waar je heel veel dingen ziet, waar je eigenlijk geïnspireerd wordt. En ik denk dat dat heel belangrijk is, geïnspireerd worden. Een kopie maken is het moeilijkste wat er is. Dat heb ik in die 26 jaar wel geleerd. Maar iets zelf creëren heeft ook veel meer voldoening, heeft ook een groter resultaat. En ja, soms kom je wel eens op van die leuke ideetjes waar je soms een git mee scoort. Voor mij persoonlijk een combinatie van zoet en kaviaar. Natuurlijk heb ik het al een keertje getest en is eigenlijk best wel leuk. Omdat je vaak heel zoet kunt gaan. Je hebt dan het zilte. En ik heb natuurlijk een macaron gemaakt waar amandel in zit natuurlijk. Lekker vettig, romig. Dan krijg je daar eigenlijk een zachte cheese crème die je er kunt tussen steken. Waar dan een klein beetje dat zachte zoutgehalte in zit. En dat in combinatie met caviar is eigenlijk een enorm succes. Veel mensen weten het misschien niet, maar eigenlijk mijn twee lekkerste desserts is vanilleijs met witte truffel en eigenlijk een macaron met caviar. En eigenlijk zijn dat twee items die misschien wel lekkerder zijn dan dat ze in de hartige keuken gebruikt worden. Eerlijkheidshalve is natuurlijk, het is Belgisch. En ik ben iemand die België enorm ondersteunt. Ondernemers die eigenlijk lang geleden iets opgestart zijn. Want Royal Belgium Caviar is nu ondertussen een begrip. Maar misschien 30 jaar geleden verklaarde iedereen, misschien de eigenaar voor gek. En hij start iets op, hij begint met steuren te kweken. En normaal gezien caviar, Rusland, Iran. Dat zijn de plaatsen waar eigenlijk de caviar werd gemaakt. En kom dan maar opzetten met je potje Belgische caviar. We hebben zo Belgische wijnen. Maar van lieverlee is het toch in de keuken van Roger van Damme binnengekomen. De sympathieke mensen die erachter zaten. Het gevoel van liefde en het gevoel van kwaliteit, dat heeft mij besmet. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk voor mezelf eigenlijk een echte ambassadeur ben van Royal Belgium Caviar. Oh, mijn persoonlijk caviargerecht. Dat kan zijn een potje openen s'avonds en een toosje en het uitlepelen. Maar als ik op restaurant ben, patatjes, zo lekkere mousseline, stukje tarbot. En dan, als het dan mag, een lepeltje beluga caviar. Want die romigheid van die caviar in combinatie met de patatjes en de mousseline, dat is eigenlijk hetgeen wat ik op mijn sterfbed zou willen eten. Oh, wat moet voor mij een goede caviar hebben om lekker te zijn? Eigenlijk ligt eraan wat ik ga eten. Hoe is mijn dag? Want de ene dag wil je wat zouter, de ene dag wil je wat zachter. Nu, je moet ook zien, als je caviar eet, moet je ook caviar leren respecteren. En ook weten waarom dat je bepaalde soorten eet en in welke mate dat je ze eet. Een beluga is voor mij, dat is iets wat je één keer per jaar tot twee keer per jaar kunt van proeven. En dat moet zo blijven. Dat moet ook, die zachtheid, die romigheid, die boterheid van die beluga, dat is iets wat dat is een unicum. En daar moet je kunnen van blijven genieten. En dat verlangen moet er zijn. In de reeks van Royal Belgium Caviar hebben we verschillende soorten. We hebben de gold, we hebben de platina, we hebben de ochetra en we hebben de beluga. De ochetra, iets wat zouter. Ik denk de platina, prijskwaliteit, het paradepaardje van het bedrijf. Ja, en dan de gold, dat is zo'n caviar. Die moeten toch één keer per week geproefd hebben.